Gerard van Hopen, onvermoeibaar jazz promotor in deze stad. ...ook De drijvende kracht achter het Zoetermeerse Jazz Festival. Straks in september gaat het allemaal weer beginnen, anders dan in voorgaande jaren. Wat kunnen de Soetemeers verwachten? Nou, het is zo dat, je zegt het inderdaad correct, anders dan voorgaande jaren. Het is zo dat het Stadstheater heeft op 2 oktober zijn deuren geopend voor het Jazzfestival. Dat was logistiek, dat niet anders. Maar je kunt je voorstellen dat locaties waar een terras is of een dorpstraat, dat die toch van de maand Willen hebben. Nou, om nou te voorkomen dat we iemand zouden kunnen duperen hebben we besloten om 11 september te starten uh, en dan elke week op zaterdag in Zoetermeer en zelfs nog een week ook op zondag iets op jazz in Zoetermeer te gaan doen. Dus je zou kunnen spreken van een jazz maand en dat is nog niet eerder gebeurd. Uh, kun je een tipje van de sluier oplichten wat er zo al uh, te, te gebeuren staat in die, in die weekend? Ja, dat, uh, dat, dat is een, op zich een heel leuk programma. Het begint in het Stadshart, uh, 11 september. Daar zal bijvoorbeeld optreden Thijs van Leer met zijn band. Daar zal optreden Basili. Bekende Zigeuner-orkest. Uh, uh, daar zal optreden. Um, uh, uh, moet ik moet even nadenken, want het, het, er zijn zoveel namen ja. in mijn hoofd. Um, Jackie T., dat is een, uh, een trompetiste die met een hele leuke band iets doet. Uh, dat is wat betreft het Stadsheart. Nou Een week later dan, uh, zijn er uh, jazzactiviteiten in de dorpstraat. Dat is dus op. Uh, 18 september op zaterdag 18 september. Uh, waarschijnlijk dat zit er voor een groot deel in. Kijk, de Dorpsstraat bepaalt het zelf waar ze het houden. Maar ik ga ervan uit dat er uh, door de Dorpsstraat orkesten zijn, maar dat er ook in de, op het dorpsplein uh, een aantal optredens plaatsvinden en in de Pasta Company. En volgens mij ga je dan ook een lezing zelf houden over jazz. Ja, het is zo dat we een week later in het CKC, Centrum Kunst en Cultuur, daar wordt een, een, een jazzconcours gehouden. Waar groepen zich kunnen aanmelden, nog steeds trouwens, om daar jazz te gaan doen en jazz te spelen. En dan worden ze door een, een, een jury beoordeeld. En degene die dat het beste doet, die krijgt de Zoetermeer Jazz Award. Dat is op zich leuk. Nou, dan is er inderdaad een lezing, maar dat is een dag later, in het Stadsmuseum in de Dorpstraat. En die geef ik daar voor mensen die het leuk vinden om te weten: wat is nou precies jazz? Hoe is het ontstaan? Waar staan we nu? Want jazz is een heel breed begrip geworden, in tegenstelling tot een aantal decennia's terug. Toen had je in feite bebopmuziek of je had Dixieland. Ja, big bands had je natuurlijk. En dan had je een hele groep mensen die zeggen: Ja, dat, dat, dat hou ik niet van. Dat getetter, dat, dat hoeft voor mij niet. Ik hou niet van jazz. Logisch, dat is begrijpelijk. Maar er zijn inmiddels zo verschrikkelijk veel uh, uh, invloeden. Uh, denk maar aan de, de Braziliaanse muziek, denk maar aan de Afrikaanse muziek, denk maar aan de, 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 de fusion, hè? dus de, de, de overloop van pop naar jazz. Er is van alles. Dat het eigenlijk niet meer zo zou kunnen zijn dat mensen zeggen ik hou niet van jazz. Want het is veel verbreed. Er is, is geen muziekvorm die zo breed is geworden als jazz. Voordat je de hele lezing nu hier in je voortuin gaat geven, uh, uh, dat moet je maar even bewaren voor dan. Het is, zijn allemaal eigenlijk, het is een grote opwarmronde naar de finale toe op 2 oktober. Ja, dat is uh, correct. Het is uh, op 2 oktober het Stadstheater. Daar komen de grote namen. En dan moet je denken aan uh, Giovanka... die momenteel in heel Nederland uh, geboekt staat. En uh, ja, op Noordzee staat. En de Hague Jazz heeft gedaan. En, en nog veel meer. We zijn ook erg blij dat we haar hebben kunnen boeken. Want dat was niet makkelijk, kan ik vertellen. Uh, verder hebben we voor de liefhebbers van, uh, van, de, van de contemporary jazz... dus een Saxonist uit Amerika, Scott Hamilton. Een man die uh, door geweldige Nederlanders... Wordt begeleid. Uit Engeland hebben we een zangeres over laten komen uit Londen. Ik heb haar daar een paar keer uh, mogen horen en uh, ontzettend goed is ook heel bekend in Engeland, maar buiten Engeland niet. Nou, dan wil ik nou proberen een uh, een, 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 een ja een, een lands te breken en te kijken of we daar in Nederland ook iets mee kunnen doen. Ik heb het uh, de, de de mensen van The Hague Jazz daar al op uh, ge, uh, gewezen en ook uitgenodigd om eens te komen kijken naar haar. Wellicht zou ze misschien volgend jaar in de Hague Jazz kunnen aan. Uh, verder hebben we Lavalou, een jonge dame die het ontzettend leuk doet en uh, zichzelf begeleidt achter keyboards en met een leuke band erbij. Uh, we hebben een afterparty, maar oh ja, wie we ook hebben is uh, Frits Landersbergen met uh, zijn partner uh, Joke Bruis en een, een aantal telgen uit de Rosenberg-familie die daarin meespelen. En we hebben een hele leuke afterparty met Karen Newman. Verder is er ook Tijdens het festival nog van alles. Als mensen binnenkomen worden ze onthaald met jazzmuziek. Uh, er is een pianist, die, Pieter van Santen, die hele leuke dingen doet. Dus uh, er is genoeg. Hoe krijg jij die artiesten allemaal naar Zoetermeer toe? Is dat een enorme klus of is dat een paar belletjes? Uh, in, dat hangt er een beetje vanaf. Uh, ik vertelde al Giovanka dat die is moeilijk uh, te boeken, maar dat is toch gelukt. Dat is wat intensiever werk, maar de meeste mensen ken ik persoonlijk. En dan uh, ben ik een jaar daarvoor al bezig, van goh, volgend jaar dan hebben we die. Ja, en dan uh, vinden ze het heel erg leuk om, uh, om, om daaraan mee te werken. Want ze willen natuurlijk allemaal één ding en dat is spelen op een festival. En jouw missie is toch ook wel enigszins de, de Soetemirners een warm hart te laten krijgen voor jazz? Ja, er is in de zeventiger in de jaren is er een, een, een jazzcultus geweest in Zoetermeer. Die is een beetje doodgebloed. En eh, ik ben een, eigenlijk al 25 jaar bezig om de jazz in Zoetermeer eh, ja, te, te blijven promoten. En de laatste jaren nog veel intensiever. En ik moet zeggen dat, eh, het, dat ik nu het gevoel heb dat het vruchten afdraagt. Want wij doen natuurlijk ook eens per maand jazz in restaurant De Sniep. Eh, op elke zondag, eerste zondag van de maand. En daar komen steeds meer mensen. Dus steeds meer mensen ontdekken het. En wat ik net al zei, er is uh, zo'n breed scala aan aanbod dat je ook hele leuke dingen kunt doen. Hoe ben je zelf ooit besmet geraakt daarmee met het Checking. virus? Nou, dat is al heel lang geleden. Ik, uh, ik was twaalf jaar en ik woonde in Den Haag. En uh, ik kreeg van iemand kaarten uh, voor de Dutch Swing College band die in het openluchttheater speelde. Nou, als twaalfjarige jongen, mijn vriendjes die... Die, nou, die zagen dat niet zitten, die, die waren veel meer voor andere muziekvormen. En uh, die dachten van ah, wat moet ik daar nou mee. Dus ik ben daar naartoe gegaan. Ik vond het geweldig. En ik, ik heb het natuurlijk van huis uit ook wel meegekregen. Ik bedoel, als je thuis, uh, als er platen op worden gezet van, van goede jazz en blues, dan, uh, en dan de authentieke blues, dan is dat, uh, ja, gaat dat je leven bepalen. Maar niet dat ik alleen maar van, uh, van deze vorm houd hoor. Ik hou ook van klassieke muziek. Uh, tot slot, uh, uh, hoe kunnen de mensen meer te weten komen over het uh, Zoetermeer Jazz Festival? Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Um, de kranten in de gaten houden. Er wordt uh, ontzettend veel gedaan aan publiciteit om dit festival uh, duidelijk te maken. Maar als men alvast wil kijken wat er komt en wie er komt en waar en hoe laat, www.zoetermeerjazz.nl Dankjewel. Graag gedaan.